Jogo dance. Jogo. De eerste nationale kinderdagviering belooft een waar festijn te worden. De voorbereidingen verlopen gestaag. Voorzitter Rachel Koningsbloem-Pinas van de voorbereidingscommissie legt uit hoe de dag eruit zal zien. De nationale kinderdagviering is op 5 december 2019. Er is een interdepartementale commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sport en Jeugdzaken, ondersteund door vertegenwoordigers van de districtscommissaris Paramaribo Noordoost. De commissie is dus aan de slag gegaan om een nationale kinderdag te organiseren in Paramaribo. Deze kinderdag is natuurlijk niet alleen toegankelijk voor kinderen van Paramaribo. Wij verwachten ook kinderen uit Saramaka, Kommewijnen en Para. Die allemaal richting de stad komen om te genieten van het feest op het plein. Het is een nationaal evenement met als thema Elk kind is goud waard. We zullen de binnenstad omtoveren in een gouden stad voor de kinderen. Er zal sport, spel, kinderspelen, van alles en nog wat zijn. Kortom, het wordt een dag om u tegen te zeggen, speciale dag voor de kinderen. We hebben natuurlijk een paar prominente jongeren en mensen die heel veel invloed hebben op onze jeugd. Positieve invloed natuurlijk, die ook erbij zullen zijn om een hele fantastische dag voor de jongeren te maken. Voornamelijk de iets wat jongere kinderen zullen we entertainen op het plein. Dan heb ik het over vostingpree, ballenbak, springkussen, etc. En de iets oudere jongeren die zullen dus op het kerkplein genieten van een open podium. De dansgroep The Mysticals heeft dus dansworkshops die ze zullen verzorgen aan de jeugd. We hebben jonge Surinaamse artiesten die ook iets leuks zullen doen voor de jongeren. Ik wil me haasten om te benadrukken dat het geen vorm van concert zal hebben, maar gewoon dus iets leuks doen. We gaan wel werken met artiesten en overige prominenten, maar die zullen op hun eigen kindervriendelijke manier iets leuks doen met de kinderen die aanwezig zijn. Er is een speciaal sociaal programma in de congreszaal. Daar gaan dus voornamelijk de kinderen van de kindertehuizen en opvanginstellingen worden geaccommodeerd. Omdat ze daar ook een speciaal programma zullen houden voor de kinderen daar. Het wordt een hele leuke middag. Het begint om 4:00. En we zijn dus tot ongeveer 8:00 bezig op het plein. Ik zou zeggen, blijf niet thuis. De ouders moeten natuurlijk ook deel van zijn, want waar je kinderen hebt, heb je ouders. We hebben ook stands van Stichting Roema's, Josu en andere organisaties die bezig zijn met kinderen. Om ook wat informatie te verschaffen aan de jongeren die natuurlijk behoefte hebben aan informatie. Kortom, sportspel. Een hele leuke dag voor de kinderen. Het is kinderdag. Het thema is pakkend, het is om de kinderen centraal te stellen. Blijf nu thuis, kom lekker genieten van de dag op het Onafhankelijkheidsplein vanaf 4:00. Zet je handjes in je zee, brave your day, brave your day. Zet je handjes in je zee, brave your day, brave your day. Zet je handjes in je zee, brave your day, brave your day. Zet je handjes in je zee. Het idee komt eigenlijk van de voorzitter van DNA. Zij heeft dus gezeten met de groep en gezegd dat ze eigenlijk iets unieks wil doen voor kinderen met een nationale impact en het liefst op het plein. Dus wij hebben dus overgenomen dat idee en hebben hem verder uitgewerkt, natuurlijk in nauwe afstemming met haar. Het past sowieso in het beleid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, omdat kinderdag meer een activiteit is van de private sector. We zien dat heel veel bedrijven activiteiten organiseren, dit jaar is dat ook het geval. Natuurlijk hopen we volgend jaar meer bedrijven aan boord te krijgen. Dat we allemaal vanuit een bepaald thema de viering mogen doen. Maar dit jaar hebben we nog gemerkt dat ze, of misschien zijn we een beetje laat begonnen, dat ze toch wel hun eigen kinderdagviering hebben binnen hun bedrijf. Dat is geen probleem. Wij hopen in 2020 dan een landelijk, nationaal thema voor zowel de private als de public sector te hebben, waaronder wij dus die viering zullen doen. Maar dat idee komt sowieso van mevrouw Sibons. Wij hebben hem verder opgepakt.
De regering heeft er naar gekeken en zegt van, die ministeries met de jeugdbeleid, kom on board, laten we iets leuks doen voor de kinderen. En we zijn tevreden met het resultaat tot nu toe. En ik ben stoer. Wie kan dat tien tellen? Dan gaan we samen tot tien tellen. 1, 2, 3.